Verdeel van Jonas Jury Boetegenootschap en Dead Brood, Bloedbroeders van Hallé Vreeswijk heb ik gelezen in de top 10. Ja, Bloedbroeders. Gaat volgens mij over Reza. Die komt met zijn moeder en zijn zusje vanuit Pakistan naar Nederland. Ze wonen in bij familie. Reza kijkt nogal op tegen zijn oudere neef, Ayaan. Want Ayaan is nogal goed met geld en met vrouwen. En hij doet wat klusje voor Ayaan. Op een dag wordt het opeens een klusje met een wapen en een roofoverval. En nou, dat loopt niet helemaal goed af. Als je iemand uit het boek iets zou mogen vragen, wie zou dat dan zijn? Dat zou Ayaan zijn, want ik zou hem willen vragen of hij echt dacht dat hij overal een kans van slagen had. Oh, of het zou lukken inderdaad. Ja. En zou je ook Ayaan zelf willen zijn of liever nee, iemand anders? Ik zou Fleur willen zijn, omdat ik best wel lijk op haar in de dingen die ik doe en zeg. En omdat ze zo'n mooie naam heeft. Ja. Oké, okay, duidelijke antwoorden. Hey, en waarom heb je dit boek gekozen? Omdat het heel erg spannend is en omdat ik het schrijfstijl van Helene Vreeswijk sowieso heel erg spannend vind. Ja, je houdt van haar boeken. Ja. Nou, bedankt voor je duidelijke uitleg, Fleur. Tuurlijk.